Het belangrijkste lijkt mij de richtingen. Het zijn heel leuke richtingen. Ik zelf zat in industriële wetenschappen. De richting was enorm interessant. Mooie combinatie tussen theorie en praktijk. De meeste richtingen hier zijn zo. Ondertussen is er wel wat herstructurering gebeurd, dat ik zelf niet goed van op de hoogte ben. Maar ik ben er zeker van dat de richtingen nog steeds even interessant zijn om een verdere toekomst te plannen. Een tweede argument lijkt mij de leerkrachten. Toen ik hier op school zat, waren de leerkrachten heel gepassioneerd. Waren altijd klaar om een hulp te zijn voor ons. En hebben er eigenlijk voor gezorgd dat wij zelf die passie ook hadden om de nodige vakken verder uit te volgen en onze hogere schoolcarrière verder te zetten en uiteindelijk mijn werk ook. En als laatste argument denk ik de vriendschappen die erop gebouwd worden. Mijn klas zelf was een heel erg leuke klas. Met heel veel van onze klasgenoten kom ik nog steeds overeen. En met 5 klasgenoten heb ik ook samen zelf een bedrijf opgericht, een brouwerij. Dus we zien elkaar nog altijd dagelijks. En ja, dat blijft een fijne tijd. Ik heb fijne herinneringen hier opgebouwd, dus dat kan ik alleen maar beamen. Wat mij altijd zal bijblijven, zijn de wiskundelessen. En wij hadden 8 uur wiskunde in de week, op de laatste 2 jaar alleszins. En de lessen waren altijd heel erg interessant. Onze leerkracht heeft daar ook een grote meerwaarde aan gegeven, was daar heel gepassioneerd over, kon op een goede manier vertellen, een goede manier wiskunde aanbod brengen. Maar doordat wij met 8 uur in de week zodanig veel in dat klaslokaal zaten, hebben we ook veel met elkaar kunnen babbelen. Heel veel leuke tijden doorgebracht als klasgenoten. En de lessen waren altijd heel erg joviaal en informeel. Heel erg leuk om bij te zitten. Wel, de vakken zelf waren altijd heel erg uitgebreid en correct. Ze hebben ons zeker goed voorbereid, ook de praktische lessen. Ikzelf ben in een technische richting gegaan, energietechnologie, waarbij de wiskunde waren we volledig op de hoogte natuurlijk door mijn vele wiskundeuren hier. Ook de andere vakken, de praktische vakken, elektriciteit, mechanica, alles kwam terug in het hoger en eigenlijk de basis die we hier gezien hebben was eigenlijk al allesomvattend, zeg maar, en waardoor mijn richting alleen maar gemakkelijker was om verder te zetten en eigenlijk de 3 jaar die ik daar gevolgd heb als een fluitje van een cent waren om door te lopen. Ik denk dat dat alleen maar te danken is aan het VT hier. Met een goed gevoel. Ik denk dat iedereen die ouder wordt met een leuk gevoel terugkijkt naar zijn middelbaar. Het was een tijd van minder zorgen. Huiswerk is wel iets dat je meekrijgt, maar uiteindelijk heb je ook veel tijd om met vrienden af te spreken, je te amuseren. Hier op school heb ik ook nooit het gevoel gehad dat het iets was die tegen mijn goesting was. Ik vond het altijd leuk om hier te zijn. Altijd leuk om terug bij vrienden samen in de les te zitten, om op de speelplaats te staan. Dus ik kijk alleszins met een heel leuk gevoel terug naar mijn middelbare schoolcarrière. Welke leerkracht mij altijd zal bijblijven, dat is mevrouw Eekhout, Mieke Eekhout. Zij was ons wiskundeleerkracht, ook ons klastitularis. Dus ons aanspreekpunt in het 5e en 6e middelbaar. En zij was enorm gepassioneerd, enorm begaan met haar leerlingen, kon alles heel goed uitleggen. Zorgde ervoor dat wij ons ook op een zekere manier thuis voelden hier. En we konden altijd wel terecht met gelijk welke problemen, al was het een probleem thuis, was het een probleem hier op school, was het een probleem met een andere leerkracht. Het was een heel goed aanspreekpunt en ik denk dat wij van Mieke heel veel hebben bijgeleerd. En ik kan haar alleen maar dankbaar zijn daarvoor. Jawel, ik heb zeker wel 1 keer een strafstudie gehad. De reden daarvoor was dat ik mijn boek voor de 3e keer vergeten was in de les. Grappig genoeg was die 3e keer dat ik hem vergeten was niet eens nodig om die boek mee te hebben. Dus heb ik denk ik een beetje strafstudie gekregen voor niets. Maar goed, ja, het kan een keer gebeuren dat je vergeetachtig bent en je boek niet meeneemt. Ik denk dat tegenwoordig dat de boeken al wat verminderd zijn hier. En ook al wat dunner geworden zijn met de technologie van laptops en zo. Dus als toekomstige leerling ga je daar misschien minder rap probleem mee hebben. Maar voor mij was dat echt een verschrikkelijke taak om al mijn vakken te weten en weten welke boeken ik moest meenemen.